Maar dan zeg ik, de strand vind ik tof. Ik vind de cutscenes vond ik wel tof. Maar zeg ik gewoon, de story-wise wat het moet geven is gewoon niet goed gedaan. Dus dan zeg ik, en overal is het gewoon een mid-tier season. Waarbij, zeg maar, Nyomuna tof, Overload vind ik tof, de Excalibur mission tof. Is het feit dat je niet weet wat er fucking veel is en iedereen fucking in de game weet wat het is. En ze hebben geconfirmed dat volgend seizoen dat we leren wat de veel wordt. Ja, ik hoor het. Ja, maar dat ja, vind ik een beetje een kut excuus. Ja. Dat vind ik een kut excuus, want het is zo's van mensen die... Er zijn ook mensen die Destiny spelen alleen puur om expansion. En die laat je nu gedwongen het seizoen kopen. Dat was eigenlijk meer een bijverhaal die natuurlijk wel meer diepte in het verhaal brengt. Maar het is niet iets wat de main notes moet hitten. Dus je forceert nu mensen om elk seizoen te spelen. Ja, maar dat was allemaal, eigenlijk iets wat... Dat zijn allemaal gewoon problemen die dus doordubbelen van het feit dat het inderdaad gewoon een filler is. Ja. Maar Destiny is wel een live service game, dus ik weet niet... Ja, maar je kan bijvoorbeeld, als je vorig seizoen Witch Queen had gespeeld... Ja, dat was en je de seizoenen niet, mis je niet veel, zeg maar. Nee, oké, dat klopt. Weet je, en nu word je wel verplicht van, nou, wil je Darklight al... Maar de reviews liggen er ook niet om, toch? Ik bedoel, en zelfs Bite is boos, dan moet je niet veel doen, hoor. Niels, dit moet je nog wel even uitleggen. Dit heb ik de vorige keer niet gedaan. Je hoeft niks te weten. Zeg maar dat is een dark orbje. Dat is een dat is een dark orbje. En er zijn drie rooms gedurende de raid die allemaal zeg maar zo'n... Bij de eerste moet je dark aan dark connecten, bij de tweede moet je light aan light connecten en de laatste moet je weer dark aan dark. Hij staat op Game Pass voor win. Dus als je Game Pass hebt, zou ik hem gewoon daarop klikken. Dat heeft Jeroen aan me uitgelegd. Ik weet alleen niet waar de kamers zitten dan. En dan moet het wel goed komen. Ik heb eerst gezegd ook nog een idee waar het niks zal zijn. Er is ook nog een collectible, jongens. Dus als jullie die nog willen, moet je gaan liken. Waar? Trouwens, zijn dus zeg maar alle collectibles die we vorig jaar hebben gevonden, alle collectibles? En dan is het gewoon niet compleet om de laatste ding te krijgen? Nee, voor mij zijn er wel meer, maar ik heb ze handig. Ik weet geen idee waar die allemaal liggen. Ah? Hier zit als goed ergens eentje, ik weet niet, een papier of wat. Ik zoek waar ik staan nu. Ik zie het, ja. Dit ding. Waar ik op schiet. Got it. Ik ga even kijken of er een guide is voor collectibles. Gordia, fijn om met 7-1 gewonnen. Let's go! Het is eindelijk een... Ja man, guide is fucking insane. Sandrino, echt insane. Res, dit is super gunstig. Ze zijn gewoon hartstikke moe zondag. Nou, ik weet niet, dit geeft juist wel veel spirit als weet je 7-1 wint. Ze hebben moeten juichen. Weet je hoe moe je daarvan wordt? Ja, dan word je wel moe van, ja. Ja, hey, zeg maar, als je in een flow zit en vooral in zo'n flow. Maar ja, eerlijk, mijn gevoel zegt Ajax gaat wel dik overheen. Ik heb dik niet het gevoel overheen, dat Feyenoord... ik denk niet dat Feyenoord heel goed die gaat man, spelen. Man, wat een confidence, die man. Ja, dat is die Amsterdamse brani, hè? Dat is de eerste roem. Maar ik heb al heel de week het gevoel van, ik denk niet dat Feyenoord komt, kan winnen in principe zelfs. Oh, dit is de eerste room. Hoe zijn we hier naartoe gelopen, by the way? Door nieuws te volgen. Ja, ik heb precies. Ik wil de room weten, want ik ken deze room nog niet. Ik ken de tweede room en de derde room, maar de eerste is die. Als je game audio wat harder zetten. Gewoon de normale route neemt en alleen daar rechtsaf of zo gingen. Maar ga je hier dan gewoon rechtdoor? Maar ga je hier naar buiten? Kijken. Wat nieuws hebben we in deze? Klopt. En je dus steekt over in plaats je daar van links, ga je gewoon rechtdoor. Ja. Goeie. Oké, dus het was dark light dark, zei je Niels? Ja. Dus in de eerste bij de volgende room moeten we de light and light. Onder moet de light en light connecten aan het ja, ik dacht dat je net alle drie moest doen die in die room zaten. Nee, elke orp in elke room met het chillen wel is dat ze dit keer gewoon maar 3 rooms hebben. Niet dat je 7 rooms moet zoeken en dan kijken welke de juiste is. Dus wie gaat dit uitleggen? Jullie. Ik ben vandaag een... Relaxed medespeler. Ben je een passant? Echt niet. Let maar op. Als het erom gaat, jongen. Als het gaat, dan wordt hij boos hoor. Gaat hij weer boos doen. Wordt Niels de Sherpa, word ik de Sherpa? Ik ben een warlock, ik zet hem wel neer. Ik ben Gucci. ik ga voor het eerst met Sunshot spelen. Let's fucking do nu, it! Nu gaan we wel even allemaal ready zijn. Yes.
Ja, ik ben er klaar voor. Ik hoor dat niet, want ik zag Niels te staan. Ik zag. Koos was dood of zo. Ja, nee, ik ben Niels heel misschien weg. Nou. Iemand werd gejiet. Oh, wow. Oké, okay, ja, iedereen ready nu? Hup, let's go. Ready rechts? Oké. Okay. Dat mag wel. Kijk. 3, 2, 1. Ja, tormentor in het midden. Ja, bij mij. Oké, okay, Tormentor is dood. En dan kunnen we nu naar het volgende deel. Je moet niet, want deze encounter is opgedeeld in 4 cycles. We kunnen nu iets verder door naar voren lopen. We kunnen nu iets meer naar rechts. Gaps, dat is mijn sound. Bij mij. Jij mijn sound? Hel maar af als je bent. Waar is de sound? Oh hier. Yeah. Onder je. 3, 2, 1. Voor een tormentor. Tormentor is links. Links. Ik weet niet waar. Oh ja. Hij is down. Links is zeg maar de. Ja, je moet zeg maar. Fase waar naartoe lopen. Hier is een anti-barrier. Ik heb geen anti-barrier. Still saying it. Rash, achter je zit een saai. Oh, perfect. 3, 2, 1. Tering! Weer links zit de. Oké, ben klaar. Thanks. We gaan nu naar het volgende deel. Thanks, Power Fusion. Wil het toch met de sneller? Hey, ik doe mijn best. Ik pak wel de rechter zijn. Oh, rechts. Is heel dood, die andere. Nee. Dat is de andere zijn nog. Ja, ik denk wel. Heel te dood. Iemand de Cyan? Oh, nou, dat is wel nou, dit is het. Tormentor is het voor restarten. Nou, we restarten misschien nu weer uit, of is het Tormentor niet in? Ja, ik heb hem nog. Ja, man. Ja, man. Die challenge, dat doe ik volgende keer. Ik sta weer bij een Cyan. Nood of Splendor has been... Nee, ik sla hem nu van. Ik sla hem nu van. Oh, ja, dat is niet jammer. Ja, dat maakt niet echt. Willing. Nood. Had die barrel. Heeft iemand je buff geschoten? Dat is ook goed. Iemand dubbel de buff schiet dan maar. Ga niet uit. Dat is een Sign hier zo. Achter. Ik heb nog geen tweede sign. Heb ik het nog. Rechts op de toren. Ja. Rechts? Ik heb hem gemaakt. Ik vind het alleen raar, want er hoort te staan Triumph Challenge veel. Dat dacht ik niet. Ja, die zijn niet goed steeds in de kopers. Oké, goed. Ik zag ook niks, dus ik dacht van nou is het er nog. Ja, nee, maar toen ik die ene guy killde, toen was het niet van de tormen te doen. Oh, kijk jij die? Fuck wel, jongen. Of ja, eerst dat boeit niet. Dat ik niet. Of? Tormentor links op de gebouw. Links? Oh. En dat is dat. Oeh, boys. Ik heb hem. Dit is gewoon science heel ver achter. Ik ga even weghalen.
tormentor is... Links. Oh ja. Kijk jullie aan. Is dat gedreed? Ja, ik kijk jullie aan. Ik heb die crystal. Is dat? Ik deed best wel slecht eigenlijk. Maar ja, we leven nog steeds, jongen. We leven nog steeds. Dat is het allerbelangrijkste. Dat was encounter 1. Ja, dat was de eerste encounter. Was dat het? Ja. Was dat het? Ja. Wow. Dat is eigenlijk, deze raid is vrij makkelijk. Wauw. Dan noemt iedereen het een van de makkelijkste, man. Je mag hier naartoe, Kian. Daar zo. Ja, ik ben al. Nee, oh, daar. Daar. Oh, it's invigorating. Oh, de pit in? Ah, yes. Ik heb een guide met alle collectibles. Oh, nee. Ik ga jou volgen. Als je naartoe loopt, dan gaan we jou volgen. Skybox ziet er weer echt fantastisch uit, zeg. Mijn god. Ja. Yeah. Skybox in het general design ziet er sowieso uit. De tering. Weet je wat wel? Lopen? Ik wil je nog één ding laten zien. Ja. Oké. Okay. Weet je wat stom is? Ze hadden laatst de concept art laten zien, wat Nezarek kon zijn, hè. Ze hadden zoveel dikkere designs van hem. Ja. Die plantable. Ja. Dat is dus een tree of silver wings. Dat is net zo'n boom op, als op Io, bij Season of Arrivals. Ja, ja, ja. Je moet goed opletten tijdens de raid op die plantable. Die hier in de skybox staat? Ja. Oké. Okay. Tijdens de raid moet je daar goed op letten. Oké. Okay. Will do. Jij zit er lelijk uit, Wes. De tering, zeg. Ja, klopt. Ik ben een warlock. Tuurlijk. Dude, de warlock heeft maar één chest die hij gebruikt en die is tering lelijk. Ja, dat is wel duidelijk. Dus ik ben helemaal met je eens dat ik een tering lelijk uit. Starfire Pearl. Ja, er is maar één functionele exotic en die... Dude, kijk naar elke warlock. Iedereen heeft deze tering lelijke chest dan. Heeft elke titan nu ook de Lorelei of... Nee, niet meer. Meer Heart of Immo's Light, heel veel. Ja, wat doet die ook weer? Als je één ability gebruikt, dan zijn je andere abilities beter. En kom je ze krijgen ze ook sneller terug. Okay, ja, maar hoor. Ik ben nog op zoek naar een goede beeld namelijk. De guys, die Titan Void en Titan Arc is echt zoveel beter. Man. Waarom andere wapens, Angie? Ik moet wel zeggen, ik ben heel erg down met mijn sunshot. Daar ga ik niet zo heel snel mijn afscheid van nemen. Wel jammer dat je Prometheus lens gewoon weg hebt gezet. Je kunt op deze raid kun je gewoon gebruiken wat je wilt. Je hebt gewoon je Prometheus lens voor weggezet. Ja, ik heb ook nog Prometheus lens. Prometheus lens was jouw oude vertrouwde Gunu. Ja, maar ik word niet goed van het geluid. En deze, elke keer als iemand doodschiet, ontploft alles, man. Koos, kom hier. Kom. Ja, iedereen handen vast. Ik heb nog steeds een final wapen. Ik heb nog steeds van chill. Ik vind het schreeuwelijk. Jordi, hou je nog in de gaten wat waar de collectie is? Ja, ik heb dan zo'n guide, maar... De guide zegt... Hé, als wij één missen, Jordi. Nou, zeg je reporten. De guide zegt, ja, eentje zit na de eerste encounter. Dat is het. Hoeveel collectibles zijn er die je kan vinden? 10. Ik mis er al een aantal. Ik heb er maar 4 gevonden. Ja, daarom. Niels had mij laten zien, dus ik neem aan dat wij dezelfde 4 van hebben. Ik zit volgens mij op... Zeker op 4? Dat ik op 5 zat, ja, ik zit op 5. Ik heb er wel eentje gehad tijdens de raid clear, dus misschien hebben we er 5. Nee, ja, ik heb er ook 5. Mijn grapple melee. Ja. Ik ben nou serieus grapple melee op een warlock. Ja? Ik ben niet fan, girl. Strandy. Or three. The strand guy breaks the game. And for my own, yes. Instead, oh, you got my vol. We gaan hier. Ja, zeker. Wat jouw gevoel zegt, daar gaan wij naartoe. Ja, Kian, jij mag de volgende counter uitleggen. daar ben ik niet zeker genoeg over. De derde zou kunnen, maar de tweede dat... Je hebt Fallout zijn guide gezien. Ja, maar weet je hoe vaak?
Drie keer. Als je drie keer hebt gezien, dan knijp je. En ik weet het nog niet. Nee, ik weet het voor de half. Wel, Sasje. Nou, de volgende account heb ik een hele belangrijke taak voor je, Kai. Nee, ik ga me nog niet zo moeien. Oh. Kill Edge. Oh. Nee. Hij kan ook degene zijn die... Leven dat. Oké, ik heb nu een video, guys. Hij kan ook, hij kan ook die andere zijn. Patrick zegt, laat hem springen. Ja, precies. Ja, kan wel. Patrick is de afgelopen maand gek van mij geworden. Ik dacht dat we op een tijdschema zaten, maar dat is er weer vanaf. Ja, denk ik. Patrick is de afgelopen maand gewoon gek van mij geworden, omdat ik om elk dingetje aan hem ging vragen wat het was. Nou, ik het was de bedoeling dat de Battlefield ging doen daarna. Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Dat was ook een van de redenen waarom we om 7 uur zouden beginnen dan, zeg maar, weet je wel. Ja, maar ja. Bungie zei nee. Bungie zei zeker nee. Dus daarom Battlefield valt er uit. Volgende week Battlefield, jongens. Dat zeg ik iedere week. Ja, precies. Dat gaan we zo gauw door. Sorry iedereen in chat die graag Battlefield wil spelen. Wij hebben gekozen. Geworden hoor, tegenwoordig. Hé hey, jongens, ik heb een collectible gevonden. Waar? Zal ik die nu kiezen dan? Oh, nice. Bro, deze heb ik ook nog niet. Hey, Sil, jij zou ons collectibles laten. Ik heb nu een video. The fuck is deze video? Je hebt ons gewoon genaaid bij. Kom. Heerlijk accent van die guy. Lijkt wel alsof hij hier uit de buurt komt. Wie zegt dat? Dat klopt. Wie zegt dat? Dat is QRB. Ken ik niet. Komt uit Duitsland. Hij woont in Nederland. Wacht, kennen alle Limburgers elkaar ofzo? Alle Limburgers kennen elkaar sowieso toch? Met hoeveel mensen denk je dat je hierop kan stacken? Ik hoop dat we met z'n allen erop gingen stacken. Koos, je moet iets naar achter lopen hier, dat schiet. Je moet maar zo denken, jongens. Ambition Spaats moest zijn. Oh shit. Dat zijn ook Duitsers in de chat, jongens. Wow. Een beetje Spaans moest zijn. Dat zei ik toch? Ik dacht dat ik klaar was met Duitsers. Fuck. Laat die Jordi nou even met rust. Jan, ben je nou een Duitser? Ik krijg trauma's naar vanochtend. Dit dame gaf. Hé, ik denk dat we hier nog in moeten. Ik heb 800 Duits woorden moeten leren. En jij weet het, hè, Kayen, dus... Volgens Raas weet ik het. Jij bent onze Dora de Explorer. We wachten op jou. Ja. Ik heb alleen geen fucking irritant. Laat Sil ons collectibles. Moet je nou altijd schelden? Er zitten ook mensen op mijn stream te kijken, hè? Oh. Ja. Sorry. Ja, joh. Het is 18 plus toch? Er zit een collectible. Het is mijn week niet, laten we het daarop. Mijn stream staat niet op 18 plus. Jan, kom terug. Kom terug. Collectible. Ja, ik heb hem. Oh. Wow. Dit is de derde. En nu. Speciaal voor jullie. Nee, Koos, wat heb je net gehad qua loot? Chest. Wil je het nog een keer krijgen? Wat zeg je? Wil je het nog een keer krijgen? Ja, dan kan ik hem dan met infusen. Nou, wil ik ook wel. Nou, je krijgt hem niet op zo'n hoge light level dan. Nee, maar dan kan ik die... Kijk, ik wil hem niet infusen, omdat ik niet mijn raid gear wil kwijtraken, zeg maar. Dan krijg je nog een. Oh, Sil, blijf. Oh, daar. Ah, Niels is al gegaan. Ja, we hebben hun laten gaan kijken wat ze gingen doen met die tormenting. Maar je kan echt nooit je teamgenoten vertrouwen in Destiny. Als er één ding is wat zeker is in het leven... Ja, dat vertrouwt één iemand niet en dat is natuurlijk niet aan hoe ze doen. Mensen voelen zich offended door het schelden. Als Polish er niet is, dan moet de rest wel... Kutzooi. Kijk dan, experience zo'n secret chest. Ik heb geen nog een red modules. Grenade launcher. Ah ja, doe maar Will ook. Dat zijn ben jij net als dinges? Als Jeroen. Jeroen, ja. Jeroen. Die kreeg ook fucking red border op red border. Ja, nee. Kun je aan het... Guys, weet jij dat? Kun je aan het eind van de raid weer dadelijk gewoon... zoals bij King's Fall en Vow of the Disciple weer gewoon... Je kunt weer kopen. Ja, kopen. Ja, dat, ja, oké. Okay. Ja. Met één red border per week kopen en één krijg je omdat Niels ook de red border chest. Voor welke moet ik gaan eigenlijk? Ja, ik ga voor de. Hangt er af welke wapen je krijgt. Je kunt alleen kopen die je al een keer gehad hebt. Ja, maar is er iets heel sick? Waar is de tweede secret? Outer rifle sick, trace rifle sick. Voor de derde en de rest. Oh ja, outer rifle ben ik op zich wel down voor.
Ja, de oude rifle is heel sick. Heel sick zelfs. Ja, probeer nog maar één keer en dan doe maar iemand anders. En nu alleen maar onthouden waar de jumping pad is. Ja, dat ging. Jullie hebben het bijna gehaald. Jullie hebben hem letterlijk net gehaald. Ja. We hebben hem bijna gehaald. Echt één noot. Echt één seconde sneller en je had hem. Het enige wat nu helpt is gewoon dat je weet waar de jumping pad zit. Dus het is super makkelijk dat we hem nu halen. En de notes natuurlijk. Ja, en de notes. We doen hem echt gewoon perfect daar in principe. En dat allemaal binnen een half uur. Nou. Of weet ik veel hoe lang het duurt. Dat duurt hier al 3 uur. Oh. Ja, dat is niet echt een 3. Dat we day 1 doen. Doen we de Master Raid? Ja, dat is fijn, dus ook een champion. Master. Eén hele champion per kant. Ja, dat is wel heel veel. Mijn Guardian heeft wel een hele slechte throwing arm. Ik kan niet eens een tangle naar de overkant gooien. De fastball is aan. Hij kan niet eens een tangle naar de overkant gooien. De arch. Ja, bij mij zitten ze. Als Jeroen kan berekenen hoeveel vermogen nodig is om naar de overkant te gooien. Je buff pakken. Ja, je kunt bij mij gewoon in de welkom staan. En nu wel deze uit hebben, ze raken mij van. Oké. De lijn nu. En dan krijg ik live een coaster. Okay. Res, ik krijg het een hard aanval, ja. Je staat zo dichtbij. Ik bedoel zo ver weg. Ik heb het dit keer ook niet gehaald. Ja, nee, dit snap ik wel. Ja, dat duurde lang. Maar het is fijn, ik kan de headshot geven voor een eentje. Ja, dat is niet heel boeiend. Wel van de tijd dat het gewoon een beetje van te krijgen. Ja. Wij zijn letterlijk niks aan het doen. Zeker nu dat we die light guys niet mogen. Ja, maar weet je wat grappig is? Ik dacht dus altijd dat die light guys geconnect waren met de orbs, maar dat is dus niet. Nee, dat dachten wij dus ook. Dat dacht mij ook in mijn day one day. Precies. Het zou ook gewoon sens maken als ik die dingen zou maken. Ja. Ja, het zou dus nog iets met challenging maken, zou ik het geven. Precies, maar het boeit dus geen fake. Er is letterlijk geen reden dat ze er zijn. Ja. Ook voor de trein. Okay. Ja, en dat je sommige ergens kan kleren en dat als je als echt heel laag naar het lijkt, dan kun je spelen met wat ergens. Dat mag het ook. Ja. De maat is bij Jam. Wat doe je dan? Nee, die light guy uit Jam. Ja, hij valt in de band. Er is iemand met de dingen maken. Het kan maar één persoon zijn. Ha? Huh? Waarom de... Het is fijn, Kim, het is fijn. Pak de light op en dan naar de overkant. Ja. Pak ik ben nou de laatste aan de overkant. Ja. Hier staan. Die een op de muur, ja. Kom, jong! Ja, kom hier. Ja, ik heb hem. Redling killed them. Oké, nou we gaan er. Hier is dat. Oeh! Oh, daar is Koos. Koos is gewoon gewonnen, bro. Dit zit wel aan links. Nou, kijk. Haalt voor mij geen schild in mijn scherm. Dat mag niet, hè.
unkillable ads. Ja. Oh, Baba, dankjewel, jongen. Artificial difficulty. Kan gewoon spammen. Ja. Het is gewoon een koosgang mode, koos mode gang. Denk je dat ik een nuke zou kunnen worden? En de struim, dat struim die zij stelt. Denk het niet. Nee, dus, ik kan geen reden zien waarom het anders zou werken. Zeg maar, als hij dood gaat, dan werkt het. Ja, jammer. Zelfs als de dat is de reden waarom ze niet mag dood. Dan filter je zelfs. Ah, dat is hun game aangedacht. Ja, ze hebben zelfs aangedacht dat ze hem niet van de platform kan laten vallen. Shit. Ja, ik had een beetje hetzelfde. Ik heb mezelf opgewaard met een grenade dan. Ik weet niet of dit de laatste is waar ik nu erin zat. Ja. Jij zit te laat? Ja. Iemand heeft de laatste. Nu alleen coach. Ja, die zijn klaar. Houd. Help. Zelf help. Ja, je hebt hem wel. Ja, je hebt hem wel en dan ga je zeggen help. Ja, nee, omdat ik hem wel met jullie twee gebruik gewoon. We zijn nu klaar met denk ik. Hang niet uit, ik had ook hem wel. Tenminste, als de andere kant. Als de andere kant nodig bij Raided. Teamplay is echt nodig, man. Dat is wat het zo ver is. Wauw, Jump heeft mij gewoon genakt. Heel sad. Oh. Oh, goodbye. No loot for you, I guess. Ja, geen idee waar ik sta. Nee, je moet wel. Dat is de Hollandse voor mij. Maar zo'n oude oma die altijd alleen maar Panther shit droeg. Niels, hoe de fuck ben je daar? Dat is basically elke oma, toch of niet? Ja. Wow, ik kan gewoon door een flauwe Follow the bottle, Kian. Follow the bottle. De mensen waarmee we day one deden noemden dit de Blussy. De Blussy? Of hoe noemden ze het ook alweer, Niels? Het zou wel de Blussy zijn geweest. En nee, het was iets van plant en ja. Sick. Ja. En nu? Maar ik heb geen idee waar deze notes allemaal liggen. Dus, maar dat is zo waarmee we het deden, heette ook Sweet. Succulent sausages, dus ja. Dat ben ik niet draait wat ik heb gehoord. Nee. Oh. En nu? Waar moeten we in? Nu moeten we de poort openmaken. Oh, ik heb niet echt een idee waar al die notes zitten. Niels ja, wel. In dit gedeelte, we moeten de ja, die plantenbol die we op het begin is zaten. Is Dark ook daarboven, Niels? Volgens mij wel. Mm. Ja. Oh nee, daar zit light. Corny vierkant, dat was inderdaad. Lekker spannend. Ik weet niet waar de dark zit. In deze encounter moeten we dus die plantenbol groeien. En dat doen we door alle elementen. Heeft iemand anders die buff gepakt? Ja, ik heb net dark gepakt. Ah, je moet het derde van dark doen dan. Ja, I'm busy. Heb je die al gedaan? I'm trying, man. Niels doet 4. Ja, jij hebt 3 al gedaan. Ah, 3 zit 4. Zijn jullie al begonnen? Wat is dit? Nee, dit is een tussenmiddenpuzzel. Beetje zeg maar tijdsverdrijf. Ja, straks komt er een heel leuk gedeelte. Nou, ah, nu. Met een collectible, let's go. Hey, trouwens, waar is onze collectible? Moeten we hier niet ergens een collectible vinden? Ja, nee, die komt. Die komt. Krijgen we nu uit de aas van die tulp? Ja. We zijn net in de aars gegaan en nu gaan we richting de uitgang. We zitten nu in een van zijn rooms. Oh, dit is die jumping puzzle met de zaden mechanic. Oh ja. Oké, dus in dit gedeelte, als wij een light buff hebben, kunnen we een dark buff activaten. En we hebben een dark buff nodig om de wipe mechanic te overleven. En dit is dan de jumping puzzle. Zit in de jumping puzzle een collectible? Die grote toren daar zit er een.
Op de toren of nou, onder de toren? In de window zit een toren. Oh, nou, de wipe mechanic komt eraan, dus we gaan dood. In the window, to the wall. Je schiet slaan. Aan. Oké. Okay. Haha, nerd. Kun je, als jullie dan de secret chest doen, ik weet niet hoe de secret chest moet nog. Ik bedoel, de secret chest komt pas nadat we alle 6 bij de einde zijn. Nee, dat is de red box, bedoel ik. Ik bedoel, ja, de red box is secret. Hier de... ik dacht je bedoelde de secret chest. Ja, die bedoel ik ook, de tweede secret chest. Ja, de tweede secret chest is pas nadat we de 6 mensen zijn. Oh, wat? What the fuck heb ik dat niet meegelopen? De red box zit in dit maze. Dan moet iedereen de maze secret doen? Chest is na de maze. Maar wat wacht je net te slopen? Pian, je gaat veel te snel, joh. Hoezo? Ik heb het toch gehad? Nee, ik loop gewoon. Oh, joh, ik heb het toch gehad? Ik loop gewoon achter hem en hij... Ja, nee! Eigenlijk is een keer, wat in één keer! De Limburgse hij gaat gewoon niet van boven. Godverdomme! Wat de hel? Eigenlijk is een keer, wat is het ook weer niet doen? Limburgers aardig waren. Ja, nee, ik dacht, we gaan lekker gaan. Samen uit, samen thuis. Same out, same thuis. Same out, same thuis. Meer van je verwacht, Kian. Ja. Waar de fuck moeten we heen? Nee, mensen stoppen ineens. Niet hier. Thanks, Bungo. Ik sta hier zo, maar jullie gingen naar boven. Ik had gewoon darkness as ref. By the way, dit is de tower die je bedoelde, toch? Nee. Helemaal diegene op het einde. Oh nee, moeten deze komen. Oh, op het einde. Dan kijk ik naar de verkeerde tower. Yeah. Wacht, jezus man! Oh, sorry. Oh ja, klopt. En mijn refuge houdt op, dus ik ga verder. Vonden we wapen R-rated? Ah, for fuck's sake. Dit is jammer. Dit is heel jammer. Mijn refuge hield echt net op. Ja, yep. Heel sad. Gaat hij opnieuw? Huh? Let's just go, connectors. Wayo, je laat ze gewoon in de steek. Net nee, zoals als die aflevering van Walking Dead. Ik kijk geen series. Oh, ja. Ik ben daar veel te Gen Z voor. Het enige wat ik mag kijken is YouTube. YouTube heeft ook series. Dat kost geld. Dat doe ik niet, man. Ja, cool, dat tegenwoordig geld. Hey, YouTube Free, YouTube Red, toch? Hij is een kudding. Heeft Niels ons gewoon gemute? Heeft hij haat aan ons? Nee, hij... Dat kan ik dan wel weer begrijpen. Just leave me be. Leave me be. Ik was gewoon even rustig met zijn eigen dingen aan het doen, maar toen vergat ik dat ik dit nog niet deed. Master. Ja, ik zat al te kijken waarom je al verder aan het gaan was. Heb je dat al geactiveerd of moet je dit nog doen? Nou, ben ik er bezig. Oh, hieronder! Ja, wauw! Kom, Koos. Nu moeten we snel even die lightcut pakken. En dan moeten we weer even teruglopen. Ik activate de dark bus. Ben je veilig in deze plek? Nee. Ja, je moet even snel hier naartoe komen. Want dan pak je dark in het web. Oké, maar waar is de... Hoe lang is de tweede secret chest dan? Die is pas hierna. Ik was letterlijk daar. En wat is deze area dan? Dat was voor de Redbox, die heb ik al gedaan. Oh, ik vond Mendel heel dood. Jan, me. Je ligt niet bij mij in de buurt. Mendel echt heel dood. Je lag net bij mij in de buurt, maar je liep weg. Oh nee. Die trampolines zijn af en toe wel echt een tergend voor woorden, man. Klopt. Ik weet niet eens waar ze staan. Maar dat is even iets hierboven, die ik nodig heb, Niels. Dan kan ik dat zelf laten doen. Moet er nog één keer komen. Ik het zelf laten doen. Dat is gewoon, zodat jij niet ons gaat hier. Daarom geef ik geen intro meer. Zag je dat eruit? Want laat je niet zien waar die net... Laat Jordi niet zien waar de Red Border Chest is, want gaat hij straks niet. Nee, dat ging eigenlijk net. Ik heb hem al gevonden. Ja, nee. Jij zet dat ding aan. En zeg maar, omdat je mij zeg maar, met het aanzetten nog een beetje aanstoot, ging dus een beetje zo scheef naar raaks bij dat van dat ding af. Ja man, dat gebeurt vaak. Als je met een groepje daar zit... Oh, god, lach. Sommigen vliegen echt de raarste kant op. Help, help.
Allemaal hier naartoe, jongens. Allemaal naar. Is iedereen? Je hoeft niet allemaal. Ik had wel een schip dat hier was. Nee, ja, die is hier ook. Nee, maar ik dacht letterlijk gewoon daar. Nee, ja, nee. Oei! Oké, de collectible zit daarboven. Oh, we're going to die. Heeft hij een life search, hoor? Nee. Ja, de reference van mij duurde lang genoeg. Heel chill, die heeft mij heel gelukkig. Precies ook mij ook precies voor dan? Ja. Wat zeg je? Waar is de collectible hier dan? Ja, we moeten eerst even hierin. We hebben de sale vol. Zijn we geraakt dus? Kunnen we niet eerst een secret chest pakken dan? Sorry, je kunt beter eerst een secret chest pakken, jongens. Waar zit die dan? De andere kant. Ja, ik ga even hier beneden even activeren. Safe Bij jullie zit die of? Nee, we mag eerst even de dark buff. Ik kan naar de chest toe lopen. En waarheen dan? Daarna? Naar boven. Wat voor... Oh ja. Nice. Ik weet niet wie daar aan lachen is, maar lach niet. Ja, je weet het hè, dat ben ik. Ja, ik krijg eindelijk ja, een wapen. Ja, daar kon ik me wel bedenken dat jij dat was. Jongen. En waar was die collectible nou, Jurgen? Ja, die Wat pak je eerst even een light bubble. Oké, die zit helemaal daarboven. Maar we moeten wel hier. Window. Ah, joh. Shit. Ah, oh, shit. Ik ga terug. Oh. Jordi, schiet hem. Schiet hem. Ik heb hem. Ah! Ik heb net gehad. Weet ik niet. Collectible bij mij, hoor. Wat bedoel je, hammer dan? Wat bedoel je? Moet je daar naar boven? Nee. Ik heb er 8. Oh, maar je kan er maar 8 in totaal krijgen. Ik heb er 8 van de 10 op. Dus je kunt dus de laatste 2 pas op master krijgen ofzo. Dat ga zeggen het. Mensen. Nou, oh, wie is de connecties? Moeten we hier zijn? Moeten we niet met z'n allen moeten zes hier zijn? Ja, moeten we met z'n allen zijn. Maar ja, wij kunnen er maar vast zijn, Jordi. Maar... Boys, rennen loop terug naar die darkness, zou ik zeggen. Koos is zeg maar nog in... Helemaal op begin, zeg maar. Daar. Ik denk dat het dan slimmer is om gewoon te leave en rejoinen. Wow, dat is wel een ego move. Wat bedoel je? Dat is wel ego move, man. Je gunt hem gewoon niet die collectibles. Nou... De raid gaan we sowieso vaker doen. Ja, bij Sil belooft je plechtig dat jij de ding krijgt. Wat je eigenlijk wil zeggen is dat je eigenlijk even op moet rotten op de fighting. Ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. Waarom heb je dat niet gelijk gedaan? Daar gaat je niks aan. Ja, je bent hier gespawnt. Heel nice. Nee, kom hier. Oh, heuk de muur. Eraan. Yeah. Iedereen handen vast. Niet te ver doorlopen. Moet zien. Het is wel echt een fantastische... Ik denk dat het echt een van de belangrijkste klassiekers is van de afgelopen jaren. Het is echt fantastisch, dat wel. Jop, dat is eindelijk hier weer dat er echt stakes op staan. Ja, daarom. Het is echt top. 1-5 aan onze kant. Oh. Ik heb mijn hele Centurion nog niet. Kijk, connect is juist vast meteen. Bij ons is het 4-1. Oké. Hoe is die 1 meteen. 5. Ik denk dat ik dood ga door deze hele kant. Ja, ik hoop het. Oké, ik ga. En nu is het goed. Bij de Centurion die moet Kitta ook connecten. Ah.
light, mid en links. Ik doe wel light mid. Ik heb dark rechts. De hele zooi uit van mijn jongens. Jezus, ik word nu echt alle kanten op getiefd. Ja, dat had ik net ook. Nee, blijf ads clearen. Uiteindelijk gaat DPS maar... beginnen op links. Op links? Ja. Mogen we op de plaats? Nee, het begint niet. Nu is het dank. En nu mogen we DPS. Switchen naar rechts. Oké, okay, naar rechts. Rechterplaat. Ik zeg wel. Ik heb geen wel. Ik doe wel. Wel. Oké, laatste plaat. Midden. Zien we op plan niet voor mensen lopen. Oké, dat was damage. Het is niet echt beter dan vorige keer of zo. Waarom nu niemand dood? Nee, de damage blijft hetzelfde. Is het wel. Nee, ik had een beetje. Ik zag special. Alleen, ik heb deze. Ik heb nu gewoon geen heavy. Dus dat is wel heel chill. Ik krijg gewoon mijn cataclysm. Ik heb. Doordat ik Divinity heb, run ik nog wel steeds heavy. Hè? Ja, maar je moet Divinity blijven gebruiken. Okay. Alleen als je de winning echt op is, dan is het anders. Hier, je ziet 2 en 6. 2 en 5. 2 met 2 connected. Aan mij 2 met 2. 2 met 2. Ja, jij zijn 6 toch, joh? Minimaal, ja hoor. Heb jij een revive kaart? Sorry. Heb jij een revive kaart of niet? Ja. Maar als ik op 5 had gezien. Ja. Oké, Centurion's kant. Centurion's down. Yo, 2 out of tenants. Oké, het is 2 keer light left, light mid. Ik doe light left. Kast! Ik heb dark left kant. Ik ben buiten mee. Nee! Kut! Ik revive weer. Oh, weer iedereen was weer ad. Bijna geen... Start er weer op links. Wacht even, start er op. Ik zet altijd tweede wel, by the way. Ik pak eerst de wel. Ik doe derde wel. Okay, ready. Alright. Kop naar rechts. Rechts. Naar rechts. Dat is mijn fout. Dat is geen well voor de... Midden. Dat is oké. Okay. Midden. Er is geen well, dus kijk uit. Ik heb wel een pauw hier neergezet. Ja, ik ook. Immuun? Nee, we moeten gewoon één keer niet doodgaan. Goeie poison is. Probeer je leven te spelen, want we hebben bijna geen revives. Je leven is belangrijker dan ads. Ja, daarom is het lastig. Probeer gewoon wat verder. Ah, dat is het ding, ik heb geen long range weapon nu. Dus ik moet daar. Ja, dan kill je maar geen net. Ja. Gaat dat ding voor mijn neus staan? Flikker op! Ja, Kian, speel dan verder achterin. Tot in een second. Oké, okay, Centurion gaat down aan de rechterkant. Dus hier 5 en 3. Het is hier 5 en 1. Oké, connect het juist wat met 3. Ja. Ik heb trouwens geen Divinity op dit moment. Voor mij was 5. Wat was die fan? 5. Gebruik gewoon Heavy dadelijk, Koos. Ja. Die heb ik nog volgens mij.
Oké. Dat was correct. Als ik special ammo kan pakken, moet ik het wel doen of heb je zoiets van Nee. Gewoon spel van je spel leven. Light. Nee, alleen als het veilig kan, anders niet. Was maar één light? Ja. Ik doe dark links. Ik doe dark links. Ik doe dark mid. Ik doe dark mid. Oké, alle planeten zijn gezet, clear ads. We hadden twee dark, toch? Ja. Dus dan de rechter links. Was het toch? Nee, ik ga ook links, want dark, we moeten op dark laten zetten. Oké, nee, ik wist niet even niet. Ja, klopt. Als je weinig heavy hebt, hou het voor final stand. Ik heb helemaal niet. Ik heb volle heavy. Oh, wacht, lekker hier heavy. Oké, DPS. Oké, stop met DPS. Ja, blijf gewoon staan. Blijf gewoon staan. Ja, je mag wel zo'n extra weld. En DPS, damn. Ja. Alles wat je hebt. Oh ja. Yep. Lekker. Nice. Lekker boys! Yep. Dit was eigenlijk het moeilijkste van alle. Het is ik zou zeggen het is anders dan alle andere. De enige account die een beetje anders. Ja. Hoi, deep side. The mark of agony. Ik krijg wapens, maar geen red borders. Weet je hoe sad dat is? Ik ook niet, dat is heel irritant. Ja. Oké, volgende. Jeroen heeft gewoon al onze red border lock vorige keer afgepakt. Ja, die heeft ze allemaal afgepakt. Veilen, Jeroen, jongen. Moet ik nog steeds Divinity blijven runnen of kan ik terug naar Sunshot? Blijf maar Divinity runnen. Blijf maar Divinity, ja. Want hier, we hebben dezelfde DPS loadouts nodig. Oké. Thanks, pannenkoek. Follow the butthole. Gewoon het irritante daar was. Een lore nog ergens, hè? Ik heb geen. Ja. Maar daar hebben we Chief Lore. Overal heen, maar. Ja, maar vorige keer liep hij ook al langs de lore, weet je. Ja. dat snap ik nu ook wel. Snap je het echt? Dat is de lore guy is echt Kijk straks. Kijk straks maar lekker naar die planten, hè. Je bent hem eigenlijk de middenste plant laten vergeten na het tweede encounter. Dan heeft hij ook een halve. Ja, weet ik. Dus je hebt hem ook. Dus je hebt eerst ons langs de lore laten lopen en je hebt post niet de tweede etage van de plant. Lore niet goed uitgelegd. Ja, ik moet toch ik moet niet alles voorkomen. Ja, ik dacht dat jij de Sherpa was. Ja, dat betekent toch niet dat ik alles ga voorkomen. Maar dat heb je nu toen al gedaan. Zo zou ik het niet zeggen. We hebben de tweede encounter hebben Koos en Kian gewoon gedaan. Ja, kom hier! Ja, hier moet je activeren! Kom hier! Ja, hier. Nu hier! Oh, nou, en nu hier! Ja. Zij zijn degene die het hebben gedaan. Ja, ze hebben het verplaatst. Ze hebben het zeker gedaan. Ben jij nog degene die het uitgelegd heeft? En laten zien, hè. Ik vind het zo jammer dat je geen spel kan pakken. Mijn uitleg is niet leuk genoeg, want iedereen is al geslapen. Ja, je kan wel werken aan je presentatie, dat klopt. Maar de kennis is er. Ik heb vaak nog een in de presentatie. Klopt. Ja, dan. Nu wil ik niet lelijk doen, maar ik snap wel waarom, zeg maar. Zo, Kian, doet die gewoon even hoor, die Kian. Die gooit gewoon even shit even hier. Ja, nee. Ik had niet verwacht van je, Kian, man. Gooi je gewoon even wat shit. Ik te ver gaan ook, hoor. Ik had het ook niet geaccepteerd, man. Dat was wel heel zwaar. Ook al is het uitleggen van iets anders dan de presenteren. Dat klopt. Presenteer je. Waar is die lore nou? Ja, maar ik kan nu wat zeggen, maar ik denk dat ik het dan... Het is wel jammer dat je niet Koos weer de bloem hebt laten zien.
Want dit was een perfecte uitzicht geweest. Als je hier naar rechts kijkt. Nou, nu niet meer, nu zit hij er binnen. Ik ben geen TomTom. Ik vind het wel een beetje. Nee, je bent de tourguide. Nee, ik wou zeggen. TomTom. Nee, je zegt een uitleg is iets anders dan een presentatie. Maar ik wou zeggen van ja, het is. En wat het wel met elkaar gemeen heeft, is dat het allebei te lang is. Wauw. Ja, nee, deze shit is echt trippy, hè? Ja, ja. Die ja, sterren. Ja. Deze shit wordt echt wow. Ja, deze shit is echt. Ja, deze shit is trippy, of niet? Ja, wat ja, nee, what the fuck? Ik dacht dat aan mij lag. Ik dacht dat het op. Dit is gewoon. Zeg maar, ken je dat ene schilderij waar alles een andere angle heeft? Dat is dit. Ja, ja, ja. Die ken ik wel. De developer staat op LSD tijdens het maken van deze race. Precies. Ja, kijk maar naar de armor. Welke kant hij kijkt, is het ineens fucking weird. Als je hier naar rechts kijkt. Zijn we niet voorbij de lore gegaan? Oké. Want het is hier. It's coming up, don't you worry, man. Calm your tits. Mooi, joh. Calm your tits. Als je hier naar achter kijkt, zie je een boom. Zit daar een waterpas, weet ik niet wat het is. Nu zit er wel een gebouw tegenaan, dat is wel jammer. Net als je ook. Ik zie het eigenlijk. Ik zie er echt niks van op deze manier, man. Ja. Daarom, je had daar een open view. Hier is dat een gebouw. Moeten betalen, man. Kan ik wat doen? Wow, die boom is heel groot geworden. Ja, want elke keer die kamer is hier ergens, toch? Of niet? Elke keer tijdens die intro is verder. Die is hello. At me is the lore. I am the lore guy. Lore daddy, toch? Die hebben wij al. Die dat maar. Noem die hebben wij vorige keer gepakt. Maar jij hebt er 7 van 10, zei jij toch, Niels? Ja, maar ik heb er 8 van 10. Ja, nee. Is dat omdat ik deze week al gecleared heb? Heb jij deze week je krijgt een van de Redbox. Ah. Oh, dat heb ik, ja, dat is het dan. Op mij nee, je hebt de Redbox is nog de laatste gedaan. Lore piece. Nee. Heeft iedereen hem opgepakt? Ja. Ja. Koos, hebben die lore piece gepakt? Ja. Nou, oh, lekker. Yo, kid, moeten we in. Voor daar. Godverdomme! Waar ga je erheen? Warlock jump, nee, waarom val je me? Nee, we moeten daarheen. Ja. Ja. Volg de. Wat is het? Dark Steentjes. Tour guy. Loop achter. Nou, als je nog een mooi beeld wil van de boom, dan zit je hier verkeerd. Tja, god voor deze kut. Hier moest ik niet naartoe. Ja, je moet wel werken aan je prestatie, man. Nou, er was echt één goede open view en deze man vindt precies de twee plekken waar je het niet ziet. What you mean, open view? Dit is de open view. Je zit gewoon te gaslighten. Kom, dit is de open view, man. Ja, maar het moeilijke is. Gaslighten voor jou is, nou ja, ja vrij makkelijk. Je zit er gewoon te gaslighten. Godsamme. Generation Z. Oh, ik zeg gaslighting, dat is wel echt... Je zit er gewoon te gaslighten, man. Kan toch niet, jongens. Kan toch, kan toch niet. Ik ben triggered. Nou, dat is wel waar. Kijk, hoe zit deze? Hallo? Nou, Koos, zie je hier iets... Hij gaat nog niet te ver, hè, anders... deze guy is om in die redboarden chest te doen en dan... Ik heb wel deze voet. Oké, je hebt nee, niet per se. Ik zie hem niet. Dus ja, gewoon je resilience, wat je hebt op 2 staan, die minor resilience, die moet je gewoon naar de hoogste resilience. Oh jezus, penalties oh, Arsenal Sporting? Keihard. Ik had eerst gezien dat het 2 was. Maar hey, niks, jezus. Ja. Nee, maakt niet. Je hebt in ieder geval iets meer resistance, dus dat is wel chill. Ja, dat scheelt aardig op damage inderdaad. Normaal ben ik inderdaad ook gefocust op resilience wat dat betreft. Maar... Nee, dat is oké. Okay. Dus kunnen we? Dat is nog zet. Ja. No, perfect. Oké, okay, en dan voor de rest probeer wat defensiever te spelen. Zodat we minder gaat zetten. Dat zijn een goedje. Ja, ik had net als Koos gewoon een hele random death. Ja, nee, het kan gebeuren hoor, daar niet. Nee, dat kan niet meer. Vanaf nu niet meer. Maar dat mag, vanaf nu mag het niet meer. Ja. Het is dark. Dit veel over 5 minuten. Oh. Ja, ook zo rijden dat aan. Ja. Power saving uit. Oké, iedereen op renown rest, iedereen op renown rest, iedereen op renown rest. Nee. Ah, daar.
Mag ik weg? Nee, nog niet weg. Pas als hij gloeit mag je. Nu mag je weg. Maar nu mag je eventueel weg. Eventueel? Dat is heel... Ja, je bent het vijfde bij mij nog steeds, zeg maar. Je staat in de elfde, ik ga geen snel dood. Als je even wil wachten en je denkt, ik vind geen zin. Laatste balletje gaat erin. Ja, laat het gedaan. Oké, allemaal naar de boot. Zet gelijk hem wel neer. Waar is hij? Zet hem maar vast neer, joh. We hebben genoeg wel. Jezus. Bij jouw laatste. Bij jouw laatste. Nee, de baas. Mooi, joh. DPS. Nee, ik leef nog. DPS. Oh, ik ben weer weggeslapen. Ik heb zeker laten zien met you. Ja, ik heb een derde handje in mijn hand. Mauro, dankjewel. Jaartje, let's go. Ja, beter dan de eerste keer. Thanks voor de 12 maanden. Jaartje, jongen. Oeh, jaartje. Leuk. Kijk, dit was redelijk goede damage. We hebben echt een millimeter meer gedaan. Nee, vorige keer zaten we echt op 3/4 nog. Man. Oh, die hele slechte. Ja. Die hele slechte. The one we don't talk about. The one that not, needs not to be mentioned. Je hebt niet toevallig al de schouder geschoten ofzo. Nee, want ik ben fucking al het hit aan het tanken. Nee, calm down, wat ik heb zo'n hit. Als iemand anders in je schouder kan schieten. Ik heb geen range. Niks. Darkness. Darkness? Ja. Ik heb een heel fucking. Ik was even in de wachtbaan. Oké. Iedereen op renown res. Was van mij. Ja, kunnen we? Ja, nee. Was dat het? Hij deed hem al. Waarschijnlijk deed hij dat gelijk met twee. Hij deed twee. Twee animaties in één. Ja. Ja, deze ronde geen heavy, man. Zoals altijd zo, goede ronde scheppen. Ja. Je laatste balletje gaat er nu in. Nee, allemaal weer naar de laatste plaats waar we net op de hele oh, is Koos al klaar? Nee, nu. Ja, maar Koos is bijna klaar. Iemand dropt daar een wel gelijk. Ik heb geen wel. Pak ze HP. Ik heb ze HP. Oké, DPS. Daar. Nog een wel alsjeblieft. Bij de volgende DPS begin eerst met normale ammo en dan heb je voor of final stand. Ik gooi gewoon nog wat granaten en daarna gooi ik hem op de last. Ja, dat zou ook wel oké zijn. Ik denk oprecht dat hij 2 granaten met final stand. Waarschijnlijk wel, ja. Dat is een nieuwe ronde. Het light. Okay. Heb je een hete ook?
Oké. Iedereen naar Renown Rest, iedereen naar Renown Rest. Ik ben de map afgegooid. Laat hem dood, laat hem dood. Iedereen naar Renown Rest. Als je wil mag je dat. Oh wauw. Dat moet je niet dat we even kijken of we het even kijken. Nee, ik sta aan links. Sorry. Nee, dan is dat zelf daar boven. Two games. Should I hate it? Yes. Zelda. De laatste balletje gaat er nu in. Kom maar richting de coach. Als iemand er wel heeft. Yep, dat is wel staan. Spaar je heavy voor final stand. Ja, gewoon zo proberen een beetje te doen. Mede. Oh fuck. Ik ben. Ons half team ligt er volgens mij al. Nee, dat ging nog goed. Final stand. Gebruik nu. Oké, okay, wacht even met DPS. Het doe wel als je die toppers weer neer. Gaan, DPS. Ja. Lekker. Oh! Ja. Nee, hij was. Echt een makkelijke reden. Nee, echt super. Dat is heel makkelijk. Nee, grapje. We got him. Hé, hey, ik heb wel mijn dingen. Hé, hey, Exotic! Weer een helm gehad. Heeft iemand de Exotic gehad? Nee. Zo. Wat wel lachen is, ik zie heel veel mensen met de Exotic. Maar ik heb deze basis nu 6 keer gedaan en hij is 6 keer niet in mijn groep getrokken. Heel weird. Dat jij geen ga ik voor Roof? Ik denk dat het aan mij ligt, ja. Het begint te denken dat het aan mij ligt. Ik ga jou patient and considerate noemen dit keer, Res. Echt, dat was een keertje. Hey, wie is left? Wie is weggegaan? Ik. Wie heeft nog geen commendation gegeven? Geef je niet eens commendations. Ik heb gegeven. Jawel, heb ik niet gegeven. Ja, maar ik kan niet aan jou geven. Jawel. Ik geef jou mastery, Koos. Jij krijgt mastery. Nee, hoeft niet. Top. Ik ben speciaal genoeg. Dus, ja, ik wil niet zeggen dat ik damage gekregen. Wat was mijn damage? Kerels. 2.5. Dat is niet heel fijne goed. Avond. Ik had zeker half. Fijne avond, man. Doe rustig aan. Joe. Ik heb...